In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt onderzoek gedaan dat ons idee over wat natuurlijk is volledig op zijn kop zet. Hier willen onderzoekers van stamcellen uit bijvoorbeeld de huid geslachtcellen maken. Dan kan iedereen met iedereen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, ongeacht leeftijd, een kind met elkaar krijgen. Ja, dit neem ik dan mee. De Portugese Susana Chuva de Sousa Lopes heeft een eerste stap gezet in het zelf maken van eicellen. Met dit onderzoek hoopt Chuva een uitkomst te bieden aan onvruchtbare koppels om toch een genetisch eigen kind te krijgen. Chuva onderzoekt hiervoor de minuscule eierstokken van embryo's, want alleen daar zijn eicellen in wording te vinden. Hier zie je een menselijk embryo. En hier zijn de beentjes. En dit is de romp. En dit zijn de gonaden. De eierstokken. Dus dit is het materiaal die wij eigenlijk uithalen en gebruiken voor ons onderzoek. Dus zo ziet het eruit als het oud de embryo is. Dus dat zijn ze. Dus hier kunnen die eicellen zich ontwikkelen. En als we deze materiaal gebruiken om plakjes van te snijden, om dan de eicellen te bestuderen, zo ziet het eruit. Dus dit zijn eigenlijk eicellen van de embryo in het wording. Kennis over het ontstaan van deze eicellen gaf haar de sleutel om in het lab menselijke stamcellen zo te programmeren dat ze zich kunnen ontwikkelen tot een eicel. Dat was eerder nog nergens ter wereld gelukt. Ik denk dat in de toekomst we allemaal op een artificiële manier ons gaan voortplanten. Puur omdat het veel makkelijker kan gaan, efficiënter, om de geslachtcellen in de petri dish te hebben bij elkaar. We kunnen dan controleren of de embryo goed uitziet, genetisch, epigenetisch. En dan die terug te zetten in de geschikte baarmoeder. Dus ik denk het wel.